Een van de leukste dingen is dat je echt deel uit gaat maken van de gemeenschap. Je wordt als het ware geadopteerd. Dat vind ik zelf altijd het leuke aan het leren van een nieuwe taal. Een nieuwe wereld gaat voor je open. Je krijgt toegang tot een interessante nieuwe cultuur met verschillende verhalen, belevenissen en dromen van heel veel verschillende mensen. Taaldocumentatie is dus een heel gevarieerde klus. Het grootste gedeelte van je tijd besteed je eraan de taal te leren. Maar omdat het hier om een niet gedocumenteerde taal gaat, zul je maar in de weinigste gevallen met behulp van geschreven bronnen zoals leerboeken de taal kunnen leren. En daarom verloopt de taalverwerving in dit geval net zoals bij een klein kind. Je leert de taal door het deelnemen aan het dagelijks leven, door het herhalen van dingen die je hoort en door het maken van fouten en verbeterd te worden of op zijn minst uitgelacht te worden. Dat gebeurt ook vaak. Het is een vallen en opstaan. Iedereen ontwikkelt daarbij zo zijn eigen leerstijl. Ik maak bijvoorbeeld veel notities en ik schrijf dan 's avonds alles wat ik op een dag aan nieuwe woorden en uitdrukkingen heb geleerd nog een keer op of over, zodat het blijft plakken. Op de tweede plaats staat het transcriberen van de opnames. Daar gaat ook veel tijd in zitten, dus het overschrijven van de gesproken tekst in een voor jou begrijpelijk schriftelijk formaat en de analyse van je teksten. In het begin, als je de taal nog niet of nauwelijks beheerst, dan doe je dit met behulp van een van de sprekers, die je dan steeds een stukje laat horen en dan vraag je hem of haar de fragmenten uit te leggen of wel te vertalen. Als je de taal eenmaal zelf een beetje onder de knie hebt, en dat zal vrij snel het geval zijn, dan doe je dat ook wat meer alleen. Met de analyse verschaf je je een beeld van de klankleer van de taal met behulp van methodologieën en principes die je tijdens je opleiding taalkunde hebt geleerd. Je ontdekt hoe woorden in elkaar zitten en op wat voor manieren je in je taal woorden, zinsdelen en zinnen met elkaar kunt verbinden. En gaandeweg maak je zo steeds meer observaties over de structuur van je taal. Die schrijf je allemaal op en na een tijdje begin je een meer compleet beeld te vormen van de grammatica. Het is fascinerend werk, je bent steeds bezig, je staat midden in het leven van de mensen en je ontdekt voortdurend nieuwe, spannende dingen. Om nog maar niet te spreken van het maatschappelijke nut, je werk kan, als je het goed doet, veel betekenen voor een gemeenschap die een onbeschreven taal spreekt en de mensen zullen je er uiteindelijk erg dankbaar voor zijn.